Vrijdagavond 7 september rond 19:30 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de A15 richting Nijmegen ter hoogte van de afslag Geldermalsen. Hierbij waren 4 voertuigen betrokken. De ambulance heeft meerdere personen gecontroleerd. De verwondingen vielen uiteindelijk mee. Het verkeer werd omgeleid via de vluchtstrook. Door het ongeval ontstond er een lange file tussen knooppunt Del en Geldermalsen.